Cáceres, Power FM. Ene van harte goedemiddag en welkom in de middaguitzending hier op de 96.3 FM. We zitten op 10 minuten voor 12:30 in Suriname en het is tijd voor Surinamers overal. Dat met de complimenten van GoTo en TeleG. Zoals ik het al eerder aangaf, vandaag praat ik dus met Rafael Wolf. De man is elektricien en woont in België. In de stad Antwerpen. Jaren terug maakte hij dus muziek bij de reggae-formatie New Creation. Geboren in Suriname, maar een weinig. Ik ben er benieuwd. Jij toch ook? Let's go! Goedemiddag, Rafael Wolf, spreek ik daarmee? Ja, daar spreek ik mee. Ja, Rafael, goedemiddag, spreek tot Gelief Witteman, Radio SRS Suriname. Dit is Surinamers overal. Welkom, je brada. Ja, goedemiddag. Fawaka. Midden. Ja, man, leuk dat te horen, je brada. Nice indeed. All right, nou, welkom in ons programma Surinamers overal. Vandaag ben je onze gast. Ja. Ai, toch. En we bellen helemaal naar België. Ben je er al voorbereid? Ben je er klaar voor? Ik ben altijd voorbereid op alles. Alright, op alles. Mooi man. This is what I like to hear, of course. En waar bevind jij je op dit moment? Ik bevind me nu thuis in Antwerpen. Oh, je bent thuis? Ik dacht misschien zit je op je werk, you know. Nee. Ik heb voorlopig geen werk. Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel mee. Ik sta 4 maanden in Suriname. Oké. Okay. En ik kwam december terug. Hai. En zeg maar, het waren de feestdagen, dus dan moet ik weer gaan solliciteren, want ik ben freelancer. Oh, je bent freelancer? Ja, ik heb geen vaste baan. Oké. Ja, dat is nou eenmaal even zo, you know. En, maar hoe kom je dan, hoe doe je het in het dagelijks leven dan? Hoe onderhoud? Dagelijks leven, ja. Kijk, ik ben net als een gadotje, toch? Oh. Zolang ik die op in Bozokinjan. Ah, true. Ja, want ik vond een gadotje wel ook naar Libisma. Abo Tainenisi. Ja, zeker. Ja, dus ja. Wij mensen, vooral de niet-werkende, om te gaan voorbeeld naar gadotje, vooral Surinamers. Ja, man. Maar dan ook. Ik kan thans doen ook zo en wachtjes maar. Ja toch, maar dan moet je misschien even afloeken. Voor ze dan misaptakiet, hoe dat ze dan ja zo. Hoe kan ik op de straat die, hoe kan hossel wat hossel, een bepaalde hossel, Isabef, na serieus, een plastic zak, of wat toen gronjaan, bij wat toen zijn zeer baga. Dat is in Suriname best wel makkelijk. Maar Fawan Gadotjo eigenlijk, ik kon in de brede, dat we in België aan het werken. Oké, zo gek genoeg. Ja. Net kreeg ik een telefoontje. Ja. Ik was maar een rij, want taxi rijdt was nodig. Oh. Want thuis met dat nu aan oma, want 4:30, maar een gesprek aan de smaak SRS. Oké. Dus dan begin ik Milasa aan Mondati. En dat ik Milasa, maar voor jullie heb ik het verschoven. Verschoven, hè? Ja, ik okay. heb Oké, als het verschoven geld is... Geld is niet het belangrijkste. Dat is wel waar, ja. Dat mag ik wel. Dat mogen we wel stellen. Oh, dus af en toe dat je rijdt was nodig. Ja, sowieso, want... Nog een keer? Ik dacht af en toe dat je rijdt was nodig. Ja, toch? Ja, sowieso, want ik ben bezig. Ik denk dat ik 100 maanden begin met werken. Isabi, ja, hè. Via de uitzending. Nou, we moeten deze dagen overbruggen, toch? Ja, man, zeker. En, ik kan niet rekenen op... Ja, men, ik zeg altijd, ik kan niet rekenen op de mens. Je moet zelf je ding doen. Ja, man, dat is waar.
Maar laten we even... Laten en even de Leuk, ja. Dat toch dat je kan doen een beroep op iemand. Weet je, waarmee je goed bevriend bent. Sowieso zijn er vrienden die je uit de dood kan helpen. Ja. Maar je kan niet iedere keer ook gaan klagen van, hey, help, 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 help. Snap je. Snap je? Alright, maar hoe lang zit je al in, België? Of in Europa? Eigenlijk in Europa zit ik al sinds 2000. Sinds 2000. Alright, alright, alright. Ja. Alright, oké. Okay. Nou, dat is best en wel lang. En in 2019 kom ik in België. Oké. En waarom heb je die overstap gemaakt van Nederland naar België? Ik was bij mijn broer in Rotterdam. Ai. En ik woonde samen met hem. Ai. Maar in Nederland is het toch wel een beetje moeilijk om aan een huis te komen. Ja, dat is wel zo. En iemand zei me van, kijk, als je in België bent, als je langsloopt, zie je vaker op die huizen van te huur, te huur. Mm-hmm. En dan kom je dan gelijk in contact met de huisbaas. Oh, rechtstreeks dus. Rechtstreeks zaken doen. Ik wilde ook niet te lang meer op mijn broer zijn, want ik wilde vrij zijn. Ja, natuurlijk. Ik ben altijd een vrij mens geweest. Ja, toch. Dus, ben ik in België beland. Alright. Want maar ik ben een nomad, weet je. Ik ben een nomad. Ik kan gewoon over 6-7 maanden kan ik gewoon in Duitsland belanden. Alright, maar is dat jouw lifestyle? Of is dat eigenlijk zo een gedwongen lifestyle? Kies je er zelf voor? Of komt het door de omstandigheden? Ik kies er zelf voor. Omdat als je nou kan, trouwens, ik althans kan overal leven. Alright. Met mijn baan die ik heb. Mm-hmm. Want ik ben elektricien. Snap je? Ja, klopt. Dat heb ik gezien hier op papier. En astrometan, weer grond op uw astrometan. Ja, dat is dus waar. Ik kan overal werken. Ja, maar zeker. All right. Het klinkt mooi. Nou, je hebt ook dus in Nederland gezeten. Als we even terug mogen gaan naar Suriname voordat we naar Nederland gaan. Dan vroeg ik me af, in welke buurt woonde jij in Suriname? Ik ben eigenlijk geboren op Mungo. Aha, Mungo. Ja, dat staat hier ook nog, Marrewijn. 20 juli 1973. Mm-hmm. Ja, man. Marrewijn. En in 1985, een jaar voor de Binnenlandse Oorlog, zijn we verhuisd naar de stad. Oké. Ik was toen 12, 13 jaar. Alright. En zijn we beland op, mijn vader had al lang heel, heel jong een huis gekocht op Benny's Park, minder. Oké. Dus gingen jullie naar Münder? Ja, met mijn broers en mijn zussen. Zijn we op Münder beland. Ja, maar hoe was het voor jou op Mungo? Had je toch liever in Mungo gebleven of was je blij dat je naar de stad ging? Hoe was het op Mungo? Opgroeien, leven? Ik was liever op Mungo gebleven. Echt? Mungo was een paradijs. Ik heb daar eigenlijk de beste tijd van mijn leven gehad. Op Mungo nou? Ja. Alright. Dus, als je me niet 3 miljoen euro zou aanbieden om te zeggen van, kijk, je mag die 3 miljoen nemen, mm-hmm, of je mag kiezen voor je jeugd terug. Dan was het zo leuk dat ik terug voor mijn jeugd ga kiezen. Op Mungo. Wauw. Ja. Nou, maar wat aan Mungo maakte het voor jou zo leuk dan dat je zegt dat het paradijs was? Hoe was het? Vertel, wat had je daar allemaal en hoe ging het? Oké, sowieso, mijn vader werkte bij de Suralco. Aha. Nou, en zeg maar, je stond op. Mm-hmm. Het is, de zon die scheen zo mooi, want het was in het oosten, hè? Ja, klopt, ja. Dus de zon komt daarop. Ja. Je was je mountain. Je loopt met je neven naar school. Ja. 1 uur loop je weer naar huis. Mm-hmm. En eigenlijk Mungo was al omringd met grasvelden. Grasvelden, ja. Dus overal konden we voetballen. Wauw. En we waren, zeg maar, jonge kinderen. Dus vanaf 3 uur begon het. Begon het voetbal? Slagbal. Oké. Voetbal. Ja. Basketbal. Er was heel veel te doen. Je verveelde je niet. Je verveelde je gewoon niet.
Alright. En die, in de vakantie, in de vakantie was het vroeg opstaan. En dan gingen we in het bos. Ubego uku, vissen. Het was eigenlijk een tijd zonder zorgen. Een tijd zonder zorgen. En ik denk dat mijn ouders dat ook hebben gehad. Want Atenobetranga wel. Ja. Maar doordat mijn vader bij de Sirako werkte, ja, was het een heel andere tijd dan wat die mensen nu meemaken in Suriname. Alright. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En op een gegeven moment ga je dus na 2000 ga je naar... Nee, het is geen 2000. Een jaar voor de Binnenlandse Oorlog ga je dus naar richting Paramaribo. Ja, ja. En dan ga je daar natuurlijk weer moeten aanpassen. Je komt op Benny's Park terecht en je zegt... Liever was je op Mungo gebleven. Maar waarom zeg je dat dan? Het was wel leuk, maar zeg maar, minder was ook leuk. Aha. Minder was ook leuk. Maar toch de leukste tijd was op... Mungo. Aha, dat is echt goed. Maar Munder was ook leuk, want het was ook weer een andere tijd in Suriname. Mm-hmm. Weet je, tijden veranderen. Zeker, nog steeds. Tijden veranderen. Mm-hmm. Weet je, en vooral als je met je ouders woont. Ja. Dan heb je dat niet. True. Ja, toch? Ja, klopt. Want je hebt bijna, het enige wat je moet doen is leren op school. Ja, werkelijk, ja. Je best doen op school. En min op een leraarschool. Serieus? No. Dat is je bent kwaai. Of je bent aan Guamungo, je bent vluchten Guamungo baka. Dat is één, maar twee, al je bent zwit toen zien het raam. Oké. Aan jeugd bij de travasi. Nee, voordat je me kan begrijpen precies bij jou, misap sa je taki. Iwan playbal, je heren de boeie playbal toch? Je heren slagbal. Ja. Dus, inap tenki scoren. Dus op play? Snap je? Dus op play. En daarom heb ik een diploma sam abi. En mi aba diploma. Oké. Okay. Na mi ma aba diploma. Oh. Wat afonfon sam kisi. En van of mi ma, mi no be aba diploma disi. Mi no be aba electro diploma. Nee. Mm. Nee. En daar ben ik eerlijk in. Ja, maar zeker, want dat brengt ons ver. Ja, natuurlijk. Ja, eerlijk, ja. Eerlijk. Oké. Dus ja, maar ook mo po iwante ook tope. A vonfon betaki. Ja, maar het was ook een andere tijd, want atena mobiel no bende toch? Nee toch, mobiel no bende, TV series no bende. Mobiel no bende. Het was zeg maar juli, augustus tijd. Ai. Dat zat de lucht. Vol vliegers. Ja, ik ken die tijd nog. Ja, klopt. EBS moest om de zoveel tijd EBS kon bron vliegen naar de elektriciteitsdraad. Ja. Maar nu, de jeugd van nu, zolang ik moet scoren, ik onderdeken dat ik hoor aan telefoon. Klaar is het. Is in een jaren ding. Je hebt geen last van iemand, maar ja, het is de hele jaar. Dat is wel waar. Ik zou niet in deze tijd willen geboren zijn. Helemaal niet. Je zou geen kind willen zijn in deze tijd. Nee, ze genieten niet. Alright. Oké. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje ervaring. Want ja, we komen uit die tijd. En de tijd is inmiddels ver veranderd, veel veranderd. Isabi, het is zo dus veranderd dat je op een gegeven moment naar Nederland gaat. En waarom besloot jij, of hoe ging dat eigenlijk dat je uiteindelijk naar Nederland vertrok? Dus eigenlijk in 1999 kwam ik met vakantie. Alright. Mm-hmm. Was een zus van me, ja, die is nu weiland. Mm-hmm. Die heeft geregeld dat ik met vakantie kon gaan. Ja. 1999. Mm-hmm. En ik was op vakantie gekomen en dan toen teruggegaan. Ja. Millennium viering. Mm-hmm. Maar ik had een oudere broer. Ah. Maar ik ben gewoon zo'n visie, hè. Ja. En eigenlijk hadden we het niet slecht in Suriname. Nee, hè. Mama tegen me gewoon, want ik dacht, Boguera. Weet je, ik dacht, Pehogo. Maar dat mag gewoon Holland. Mm-hmm. En eigenlijk, die broer van mij eigenlijk hoefde eigenlijk niet naar Holland te komen ook. Mm-hmm. Maar gewoon, allemaal kies van vrienden, dat kan mogen, hè. Ja, allemaal goed.
dan die wakabakama eigenlijk. Oké. Maar we hadden het niet slecht. Nee, hè. Dus ja. Weet je, ja. Alles wat ik heb bereikt in mijn leven, heeft me beter naar Sranan. Ja. Die bereiken toe. Oké. Ja, te begrijpen. Omdat ik ben een hosselaar. Alright. Weet je? Dus ja, nou, zodoende zijn we beland in Nederland. Oké, in het jaar 2000. Ja, 2000. Nou, Samia is Amsterdam, move qua Holland ook toe, het jaar 2000. Oh, ben je ook in Nederland gekomen tegen die tijd? Ja, weer. Isabi, dat was ik weer terug daar. Ja. Dus ik ken die periode ongeveer en hoe het ging en hoe het een beetje was, Isabi toch. Alright, nou, oké. Athena Holland bij Sweetie toe. Ja, toch wel. Athena Holland bij Sweetie Ete. Want dan hadden we die NF. Ja, die nog NF, ja. En alles was toch anders en niet zo duur. Athena, dat die bij kan zijn, want 5 golo Ete tabbron, 1 muntje. Ja, weet je? Klopt. Maar nu, de wereld is zo hard gevonden. Ik zou alleen nog veel meer naar straat. Het is maar 10 cent in even. Dat is waar. Maar nou... Agersna bakure wakalon tu tapa heel grond tapu. Nou, wansi je veel meer moro tabbron. Nee, maar in bericht dat Idoro Holland in 2000. Vaar je uiteindelijk sit Yusani. Dat ik contant heb, Isabi toch. Hoe ben je eigenlijk gaan aarden? Hoe heb je dat klaargespeeld? Oké, zeg maar toen ik ben gekomen, wanneer voel me vang me op. Ai. Maar zoals ik het zei, want ik heb maatje op, ik kan dat je dat je op straat doet, zo kan je. Dus dan heb je zoekomoni. Maar toen tak sukumoni, dat is niet altijd te haar. Ik begrijp dat je bedoelt, maar toen tak sukumoni. Famoni is suku naar Holland eigenlijk. Nog een keer. Famoni is suku dape naar Nederland. Op een man tengo dat pastraat is suku moni. Je hebt verschillende manieren. Noem eentje. Ik heb zwart werk gedaan. Oké, dat is algemeen bekend bij ons als Surinamers. Alleen Surinamers, ook Afrikanen. Iedereen die naar Nederland gaat, denk ik, die wil blijven, komt daar op een gegeven moment mee wel in aanraking. Isabi toch? En het is beter dan dat je uiteindelijk loopt te zwerven en afhankelijk bent van mensen. Dus niks verkeerds gedaan. Dat is mooi, zwart werk gedaan, sowieso, 100. Ja, toch? Ja, ik kreeg gewoon 1500 NF elke maand. Dat was een mooi geld. Want de Europa dat was een maandpaspoort, dat na is maar bezig hier, hè? Ja, misabaten dat het. En atenat me bij de Mike Hanon. Je bent de Mike Hanon? Dat is maar niet meer Europa. Nee, maar alle vast. Ik doe in een kantoor, de Mike Johan en tak, de Maxiwans en intact, je naam Mike Hanon. Mike Hanon, maar dat schrift op ID dat de pap dat papier had, je naam Mike Hanon toch. Maar ID card nog dame de. Ja, toch, Mike Hanon. Ik ben Mike Hanon. Ja, maar ID is hier niet. Ja, sorry. Maar toen Athena had identificatieplek, nog bij de verplicht, het ook toe. Ah, nog bij de nee. Tee, Karin en Gideman, daar ben Boemba, maar ben ik snap op die computer. Dat was het al genoeg, ja. Dat was het al genoeg. Ik ken die tijd, ja. Mike Hanon, daar hoe lang Mike Hanon hoor en vol? Ik heb 2 jaartjes gewerkt. Oké, mooi. Ik spaar niet money. Dus eigenlijk, heb je een git tori naar mij. Ik heb tori, dus de boonga, ik denk. Dat is zo, hè? Dat geeft hem zo. Nou, wakaman toch? Als een struggle toch, mima. Als een jabif surface. Struggle. Jabif surface. Maar hoe is het van de wetman in je arki? En wie is de man Arki? Samsa, het is past time history, Isabi. Ja. De man doet morgen. Dus dat Athena dan bekon. Sapoan dame. Ja. Dan kijk als mijn takboy, zei ik, sapo zet sani. Mijn païfi zet mijn tori bij mij. Jammer. Ik begrijp dat ook toe. Dus dan heb ik mijn geld genomen. Die zorgt maar bom. Ja, bom. Als man is een bom, als man nu weigert, want een bom is dekkie mooi. Bom is dekkie mooi, garantie. Ja, toch als man is dekkie shoppen gelijk. Ja, shoppen, alles komt erop en eraan. Ja. Ja. Oké. En dat zodoende 2003. Ai.
ben ik in Suriname gekomen. Oké. Dan kom ik wachten papieren. Ai. En dan teruggekomen. In 2004 heb ik mijn paspoort geregeld. Ja man, en toen, ja. En toen werd je officieel... Als ik nou een struggle en met moeite toch? Ja toch, mis heb apart dat die zorg dat je niet doet naar komen. Ja, want kijk, je hebt veel Surinamers die hier in Europa wonen. Mm-hmm. Als je soms hoort die jaartallen die mannen hier zijn, 20 jaar, 22 jaar, de man illegaal eten. Ja, nee. En de man in met money. En de man met money? Ja. Maar soms hij moet roken in een illegaliteit dan dat idee geregistreerd. Want TDL, ja, maar daar heb je gelijk in, hè? TD Nederland, TD Nederland, die illegaal. Ik ben je niet bekend bij niemand, je naam is tenminste nee. In het systeem zit. Krijg je geen brieven in je brievenbus? Nee, je betaalt geen belastingen, je kan je dingen doen. Ja. Dus het heeft zijn nadelen, maar ook zijn voordelen, Isabi dan. Dus dat is wel zo. Maar het heeft meer nadelen, zeker. Vind ik hoor. Nee, maar dat is wel waar. Het heeft meer nadelen, want je gaat altijd blijven in een bepaald kring, circuit. Ja. En je komt er eigenlijk bijna niet uit, Isabi. Ja. Je wordt gedwongen om bijna je daar gaat te eigenlijk op eieren moeten lopen. Ja, vooral op eieren. Want kijk. If one day in our money, mm-hmm. in the boomfara. If me de mina money in the boomfara, me jong, because doing one train for one, if me pay, I put a 300 column up, eh? Isabi, dong. Weet je? Ma, man, sa illegal, no, ma, me kasa na tamo, abi fall once ma lastig tak toka. En ak kaya ma na bankart nesti, nga ma na net nesti. Fa ma upisa tu bar kik baya tepe. You know what I mean. A problem dat heb ik hier werkelijk, ja. Dat zijn de dingen. Ja, dus. Eigenlijk vind ik, dat je liever je papieren doet. Het gaat wat tijd misschien nemen, maar uiteindelijk gaat dat wel lukken. Ja, want het was ook zo. Mijn broer die had eerder papieren voor mij gehad. Oké. Dat is soms dan een beetje ramangwasanerij. Dan mag ik gewoon aan vakantie. Dus dat hij weer in Naki drapen toe toch. Nee, gewoon koma in man, want papieren door de... In man, dus weet je, dat is ook een muur waaraan je tegen loopt, weet je. Klopt, werkelijk. December in potisma's gepol, dat je het aan ja. Alas mij door december. Je hebt het nomen. Je noemt man goed. Ja. Een ferie, maar begrijp ik wel dat die verhaal. Die pagare is zoet, ja, ze dan in het einde dat die. Boy, jawel. Misschien zei ik, ik heb het vaak meegemaakt. Dat ik hoe jaar is doen, dat ben je naar Holland. Ja. Ik dacht, boy, samen doen, ja. Je noemt wat dat is. Ja. Maar in elk geval, nee, maar alle facie is alvast. Ik word dat je eigenlijk dank. Ja, het is een beetje een struggle geweest, maar ik ben abi doel en die plan. En al leuk, op een gegeven moment kies je papieren, dan zei je doe bakken dat ik. Oh, dus daarna is het werken. Mm-hmm. Werken. Maar heb je altijd hetzelfde? Om eerlijk te zijn, ja? Ik was altijd, bakken die niet kies met papieren, was ik altijd 6-5 maanden in Suriname. Serieus hoe? Ja. Was je aan het werken? Zolang staan bij Korum, die ben geweest. Was je aan het werken? Nou, ik heb meer voor uitzendbureaus gewerkt. Ah, oké. Omdat Minoloba vast is aan niet. Ah, oké. Okay. Minoloba vast is aan niet. Dan moet ik... als je verlof gaat aanvragen, kan je zeggen... Rafael, maar je gaat niet kunnen gaan. Dit en dat. Ja. Dit en zo. Ik begrijp het helemaal. Ja. Dan zit je aan het systeem. Ik zou dat ik niet naar Alright. Zolang die opkoming moet man de vrij. Mm-hmm. Ja, toch? Mm-hmm. Dus ik was in Suriname tegen wanneer het koud werd. Dan ging ik altijd tegen november naar Suriname. Oké. En dat, wanneer het warm werd, dan kwam ik erop. Alright. Nou, dat kost wel aardig wat centjes om elk jaar zo een paar maanden weg te gaan, terug te komen en zo. Nee, het is eigenlijk goedkoper. Ah. Right. Want als je een ticket koopt voor 3-4 maanden, kost ongeveer €700. Die tijd hoor. Ja, die tijd. Ja. Die tijd. Als je, ik speelde het slim toch? Mm-hmm. Ik ging tegen begin november weg. Mm-hmm. Dus dan met elkaar Aouriari gelijk mee toch? Oh ja. Dan koop ik een ticket van 3 of 4 maanden. Mm-hmm. En dan kreeg ik het voor €700. Oh, oké, op die manier. Maar in die tussentijd, bakkade ik je papieren dan in Nederland, voor ik ga naar België.
Heb je dus altijd bij je broer gewoond? Heb je nooit echt zeg maar gezegd van mijn eigen huis gehad of een huis gekocht of whatever? Ik heb met mijn ex-vriendin in Amsterdam gewoond. Oh, oké. Ik heb een zoontje met de. Oké, nice man. Die heet ook Rafael. Big ups. En ik heb met haar gewoond. Mm-hmm. In Amsterdam. Ja. En daarna ging het ietsje minder. Ja. En dan 2019 ben ik in België. Oké. En hoe bevalt het? Ik heb nooit. Ja, pardon. Mm-hmm. Ik heb nog nooit gedacht om een huis te kopen. Nee, hè? Zoals je zelf zegt, je bent een gadotje, een beetje een levensgenieter, een free spirit, je zou het toch? Free spirit, ja. Ik begrijp wat jij bedoelt. Veel mensen zullen dat misschien niet snappen, maar ik snap dat, Isabi. Kijk, Nederland, Europa is een plek dat een beetje anders geregeld is, anders in elkaar zit, Isabi toch? Dus wij praten in Suriname over leven, huisje, boompje, beetje, bam, klaar. Maar Europa heeft heel veel dingen die te maken hebben met een levensstijl, een lifestyle. Jij kiest ervoor wat voor lifestyle je wilt. Wil je een huisje, boompje, lifestyle, vrouwtje en alles keurig. Dan doe je dat, Isabi. Of je kunt zeggen van ja, maar ik wil bijvoorbeeld niet kopen, maar ik wil wel huren en ik wil niet te groot. Ik wil gewoon op kamers en dat doe je gewoon voor de rest van je leven. Zit je gewoon lekker ergens, Isabi. En dat is de keuze die je kunt maken als je zeg maar in Europa zit. Dat is wel eigenlijk zo'n beetje het verschil, Isabi, dat is sowieso van je keuze. Net zoals ik zei in het begin. Ai. Ik had het niet zwaar in Suriname. Dus je was eigenlijk dus eigenlijk aan de apori, afverwen, sa onbewust verwen en alles ging een beetje volgens mij niet te moeilijk voor jou, voor jullie. En dat je dan aankomt in Europa, dat je dan zeg maar ook een beetje diezelfde houding hebt, waardoor je gewoon bent wie je bent. Huh? Ja, dus sowieso kom ik terug naar Suriname. Mm-hmm. Ik heb een bouw. Oké. Ik zoek een mooie bouw misan. Mooi man, bless up. Ja man. Dus, niet nou een free spirit, maar altijd in mijn mind, dat ik nou op vaste baan, ik creëer mijn eigen pensioen. Ik creëer je eigen pensioen? En dat niet creëren, want meneer wacht die pensioen, 60 aan 65. Ja. Want om eens maar wacht die 65, die pensioen, die geniet toemoen, drie moe vinden, dit. Ja, weet je? Dat is wel even pech. Ik geniet elke dag. Aha. Van mijn leven. Ja. Want ik heb met een collega gewerkt. Mm-hmm. En mijn breed, die tak ook wel aan pensioen. Zeker. 3 maanden daarna kregen we bericht. Jan is dood. Jan is dood. Hij had zoveel plannen. Zo. Maar hij heeft gewacht tot zijn 65e. Ja. Mijn plannen beginnen nu. Alright. Als ik zeg ik ga genieten in Suriname 4-5 maanden weg. Ja. Dan gaan we genieten. Dan kun je dat gewoon doen. Ja. Dus net laatst toen ik kwam. Mm-hmm. Ik kom via Holland. Ja. Douane, actie, maar je bent 4 maanden weggebleven. Hoe kan het? Die actie, ben ik een slaaf. Je bent toch een vreemd mens? Dat zou maar tegen. Ja. Wanneer druk zij zo goed, hoor? Ja, toch? Of zo boek na, zo boek. Want ik weet van me, zo boek. Hoe kan je 4 maanden overleven? Ja, hoe ga je dat doen, Isabi? Je moet je hoe ga je dat hebben. Doen? Ja. Ik heb mijn vriendin. Zij was hier. Ja, toch. Ik heb een euro gedaan, dan heb ik een pauze, dan heb ik een paar euro. Ja. Planning. En zo gaat hij een beetje, hè. Maar Milo, ben vaarlijk. Ik bedoel, in een programma die zit, dat met een verschillende soorten sma. En moet je eerlijk, je bent echt like de, hoe moet ik het zeggen, de average kind of guy. Gewoon
de cool guy, de working guy, de living guy, Isabi toch. En het is ook wel fijn om jou te hebben hier, oh, Isabi toch, brother. Maar ben je happy in dat wat je doet? Ben je er happy in België? Heb je plannen om daar te blijven voor de rest van je leven? Of zeggen van nee, ik ga toch wel, over een aantal jaar terug naar Suriname om daar te wonen of misschien iets te doen? Heb je die plannen? Mijn plan, kijk, ik heb altijd een plan, hè. Ja. En je moet niet maar één plan hebben. Mm-hmm. ABCD. Plan ABC hebben. Mm-hmm. En mijn plan B is, kijk, ik word dit jaar 50. Uh-huh. Sowieso wil ik een woning weer gaan zoeken in Nederland. Ja. Omdat ik qua mijn leeftijd dan een seniorenwoning kan vinden. Snap je? Kom je sneller misschien aan een woning, omdat je ietsje ouder bent, toch? Ja. Ja. Oké, en probeer het buiten de grote steden. Want in die grote steden wil bijna iedereen wonen. Waardoor het daar ook een beetje... Ja, dat wel. Probeer het in een kleinere stad, Isabi. Ik weet dat het daar vaker wel. Maar aan de rand, weet je? Aan de rand moet je netjes zo eromheen, Isabi. Ja, iedereen, voor mijn rand. Isabi. Aan stadzee, weet je? Ja. Zeker, man. Roko. Maar de planning is, Mosuka of zo. Maar mijn hoofd is constant. Kan dit aan het koru? Kan dit aan het koru september zo? Dat we weer september, oktober, november, december, januari, februari, maart, dat we komen bakken. Oké. Dus, weet je, dus dat na de plan. Ja, man. Maar Suriname trekt me sowieso. Ja, want ja, als het je niet zou trekken, zou je ook niet zo vaak hier zijn. Je bent er net geweest, als ik het zo mag zeggen. Fomo itang, you know, dus ja, he enjoy his life. Dus als er dan een daily orgy voor mij bij jezelf komt, je moet, you know. Dus, je geniet ervan, Luku. Ik ben nu hier. Maand in een wekker moest wiki mee. Ja. Maar, ik zeg het weer, Tim Dazan aan. Ik ga dat jongen kennen, je ziet naar Erkona, maar dat naar jouw carrière, man. Geef je roepba. Maar ik ga kariu. Maar ik ga kariu, tak jongen, ik begin voor Sukumina, er is aedu. Jawel. En dat jij bief opo samen naar haar voor Rugo, want amai go Sukenya. Werkelijk. True. En om eens aan de man, nee, go Sukudenya. Misap taxeren en trana, maar we moeten het samen doen. Ja. Weet je, we moeten ook niet wachten op regering. Dat is waar. In Oppo. Oppo. Ja. Even na. Kinso gruntu je prani bingo hara grasi pur mindra gruntu. Ga gruntu in chin watra, weet je. Ja. Maar als je steeds gaat zitten en wachten, dan gaat het ook niet lukken in Suriname. True. Want we moeten een voorbeeld nemen aan China. Wanneer het documentaire is van China ski, dan zie ik hoe die mensen planten en kweken. Ja, voor zichzelf, hè? Ja, mensen met zoveel grond. Mm-hmm. Is de onder een boom. Dan. Wanneer je kon interviewen dat je tak aan rekeri. Dan wanneer je achter die man kijkt, dan zie je alleen gras. Want die boosie. Weet je, dat ja, maar Alantin heeft doen niks voor mij. Jij moet het doen. Oké. Okay. Want ik ben niet aan Europa, ja, mine, ino, maar wacht die land. Nee. Okay. Wel is het goed geregeld dat hij naar Europa kan, ik kan het uitkeren. Ja. Maar als je al mijn lolong wakka, toen mijn bewijs hebben, maar Sabi heeft in Beren, dus dat is ook zo'n... Ja, is Sabi, precies. Daar heb je er geen zin in. Ja, dat klopt, ja. Maar mijn broer Rafael Wolf, Alafasi, ben je weet, tijd is niet altijd onze beste vriend. Maar moet ik je eerlijk, ik vond het een zeer persoonlijk en interessant gesprek voerende met jou. Omdat ik kleuren toch wel vaarlijk, natuurlijk, Fassi, kom je de luisteraars, kom je het Uno. En ik vind het fijn dat je toch wel een beetje een stukje van je levensverhaal met ons hebt willen delen. You know, en je hoort allemaal puur, honest. Isabi zonder babbel en digge. En daarvoor kreeg je van mij wel die waardering, mijn broeder. En bij deze moet ik... Biggie thing heb onderhoud van Rode, toch? Zeker. Ja. Dus ik play Biggie thing, yo, fuck up.
dat natuurlijk. Je hebt onderhoud van nodig. Ja man, en eenvoud siert, ja. En eenvoud siert de mensen. Ja, precies. Nou, mijn brada, namens SRS Radio, directiepersoneel, staf, naar de leuke dames, onze collega's, bedanken we jou voor je bijdrage aan Surinamers overal, mijn brada. En, ik wil iedere groeten daar. Ja, zeker. Ga je gaan. Mijn moeder, want ze zit gekluisterd aan de radio sowieso. Mm-hmm. En een big up naar Alma Matista. Ja, man. Original. Ja. Mr. Raphael Wolf. Jawel. Ja. Ayoroko. Nou, Raphael. Oké. Succes met alles wat je onderneemt. Succes met alles wat je doet. Je lifestyle. Isabito, keep it simple. En do you, Isabito. Dan komt het helemaal goed. Blijf ons natuurlijk op zeer positieve manier daar in het buitenland representen. Is je vertegenwoordigd? Ja, sowieso. Suriname heeft diaspora nodig. Ja. Jij bent er eentje van. En voordat we gaan afsluiten, wil ik nog wel één ding zeggen. Heel kort. Surinamers moeten ophouden te zeggen, diaspora, je woont niet hier, bemoei je niet. Ja. Want wij zijn in het buitenland om onze kennis te nemen, om het weer naar jullie te brengen. Oké, dan. Mooi gezegd. Want we blijven Surinamers. Big up jezelf en grand tangi voor deze hele mooie krachtige woorden. Raphaël, graag, thank you very much. En hopelijk... En succes met je programma. Merci beaucoup. Dank je wel. Thank you very much. Grand tangi mi brada. En mi hoop dat ka klanti. Abba geduld verwachten you. If I'm abba geduld, dan zijn go naar www.radiosrs.sr. Of I go gewoon naar YouTube. Dan we go naar plan B. Dan we go naar plan C, D, E, F, G. Alla fasse mi brada. So we. Okay. Abung, blessings. Praxing. Yes, Aya, thank you. Bye-bye. Doei. 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 En je merkt het, mensen, jullie namen zo vooral. En wat maakt het mooi? Je spreekt elke keer weer met iemand anders, hè. En elke keer weer zou je moeten aanpassen aan degene... om er het beste van te maken en zo'n beetje alles eruit te kunnen krijgen. Vergeet niet, dit doen we dus van maandag tot en met vrijdag... van 11:15 tot 1:00 met de complimenten van GoTo en TeleG. Ik sprak vandaag dus met Raphael Wolf. De man is elektricien, woont in België, Antwerpen. Je hebt het een beetje kunnen horen hoe rauw en puur deze man het voor je gebracht heeft. Is dat ook even een verstand bij een arki of naar je editranga? Maar... dan mag je wel trots zijn op jezelf en de jouwe. En wees trots op elke Surinamer die zich bevindt, waar hij of zij zich bevindt. De man heeft het gezegd, we moeten het samen doen. En dat ligt niet alleen aan de burger, maar het ligt ook aan de burgervader of vaders. En de burgermoeder of moeders. Posakaba. Stay tuned. GoTo Premium Diesel. Geschikt voor alle dieselmotoren. Dus zeker ook zwaar materieel. GoTo. Energy to go.